Ik start nu de systemen op. Het is woensdagochtend 10:30 en de Utrechtse buitengewoon opsporingsambtenaar Olof Leblanc begint aan zijn handhavingsronde. Die auto's staan vrij dicht op elkaar. Hoe kunnen die camera's nou die nummerplaten checken? Nou, eigenlijk maakt hij een kort filmpje. Er zitten zoveel beeldjes achter elkaar. En er staan 6 camera's zitten erop. Dus hij kan echt, al staan ze heel strak op elkaar, kan hij alsnog de kentekens zien. En ziet hij hem achter niet, dan kan hij hem alsnog aan de voorkant kan hij hem ook zien. Wethouder Lot van Hooijdonk beseft dat het inzetten van scanauto's veel meer mogelijkheden biedt dan alleen het controleren van kentekens. Technisch kan er natuurlijk heel veel. Een van de dingen waar we nu over nadenken is om te kijken of we ook kunnen handhaven op verkeerd parkeren. Dus dat zit nog een beetje in hetzelfde domein. Maar ja, met die techniek kun je natuurlijk heel veel andere dingen ook doen. Wat is er nou te zien door die camera's? Nou, hij maakt beeld van de omgeving. Hij is ongeveer een 360 beeld, zeg maar. Je kan heel veel zien. Ja, je kan echt heel veel zien. Maar je kunt dus ook veel meer zien dan alleen de kentekens. Dat klopt, ja. Dus je zou het in principe voor veel meer kunnen gebruiken? Dat zou zeker kunnen. In Utrecht wordt de scanauto ingezet om het parkeerbeleid te handhaven. In Amsterdam wordt de scanauto voor meer taken ingezet. Die rijden door de stad rond en die maken, om even een beeld te geven, ongeveer 60 miljoen scans van een kenteken per jaar. Rienk Hof is voormalig directeur van de dienst handhaving van de gemeente Amsterdam. En nu belast met het project Eén Overheid. In een poging overheidsdiensten beter en efficiënter samen te laten werken, kwam hij 3 jaar geleden met een opmerkelijk initiatief. Het leuke van het digitaal parkeren is dat je met dat instrument ook nog een aantal andere dingen kunt doen. Onder andere het opsporen van gestolen voertuigen. En dat komt uit de koker van het programma Eén Overheid. Dat is een programma waarbij we nastreven om overheidspartijen, maar eventueel ook derde partijen, zoveel mogelijk te laten samenwerken om fraude tegen te gaan. En met die scanbeelden, die 60 miljoen beelden, kunnen we ook zien bij de reisdienst voor het wegverkeer of een auto gestolen is. In Amsterdam worden de camera's van de scanauto's dus ook ingezet voor opsporingstaken van de politie. We hebben inmiddels een proces waarbij bij de RDW real-time wordt gezien of een auto gestolen is. Dan gaat er een signaal naar de politie. Dan heeft de politie een bepaalde periode om te beoordelen of ze iets met die auto willen. Sommige auto's zijn gebruikt voor een ramkraak of iets dergelijks. Nou, dan hebben ze hem nodig voor een rechercheonderzoek. Zo niet. Dan gaat er een signaal naar de gemeentelijke meldkamer. Die stuurt er een kraanwagen naartoe. Die haalt die auto naar binnen en de gemeente krijgt zijn sleepkosten vergoed van de Verbond voor Verzekeraars. Niet iedereen is even blij met het initiatief in Amsterdam. Bas Filippini is voorzitter van de stichting Privacy First. Hij was al tegen het inzetten van de scanauto om parkeren te handhaven. En nu gaat het nog een stap verder. We hadden scanauto's voor het doel kenteken parkeren. En nu zie je een verschuiving naar nieuwe doelen. En is maar de vraag of de oude richtlijnen om zo'n doel in te zetten, of die nog wel gelden. Niemand hoeft te weten waar ik ben en waar ik parkeer en waar ik rijd in een vrije samenleving. Dat vinden de criminelen geweldig om anoniem te blijven. Nou ja, criminelen die ondermijnen wel meer zaken die we met z'n allen hebben afgesproken. En het is dus heel belangrijk dat politie en justitie hun middelen inzetten op criminelen, niet op de gemiddelde burger. Wethouder Sharon Dijksma wil dat de scanauto's in Amsterdam naast de parkeercontrole en het opsporen van gestolen auto's nog meer taken gaan uitvoeren. Wat we nu wel aan het onderzoeken zijn, is of bijvoorbeeld meldingen van zwerfvuil, waar we nu vaak afhankelijk zijn van burgers die zich daar enorm aan ergeren, of dat type zaken niet ook via scanauto's beter en eerder in beeld kunnen krijgen en op kunnen lossen. Naast parkeerontheffingen controleren en het opsporen van gestolen voertuigen liggen er ook plannen klaar om de scanauto's in te zetten voor het opsporen van graffiti, het opsporen van zwerfvuil, het opsporen van zwerffietsen, het opsporen van illegale verbouw van monumenten en het opsporen van gezochte en verwarde personen. Wat hadden we nou afgesproken? We zouden scanauto's in gaan zetten voor kentekencontrole. Maar wat je nu ziet is waar we al jaren voor waarschuwen, function creep. Nu worden er andere functies aan toegevoegd. En dat is nog maar even de vraag of die doelbinding en de proportionaliteit van het middel nog in verhouding staat tot het doel wat we hiermee willen bereiken. Rutger Rings is auteur van het boek Predictive Policing, het voorspellende opsporingswerk. Hij deed wetenschappelijk onderzoek naar het inzetten van technologie en data ter behoeve van de criminaliteitsbestrijding.
Hij denkt dat de scanauto's belangrijk zijn omdat ze meerdere keren per dag een vaste route rijden. Ik kan me voorstellen dat het materiaal dat uit die scanauto's komt het waarnemingsvermogen enorm vergroot van de politieorganisatie. Dus ze zien daardoor veel meer dan dat de individuele agenten op straat nu zien met hun open ogen en oren. En het interessante aan die scanauto's is ook dat ze in principe een vaste route rijden. Dus dat het ook mogelijk wordt om verschillen te zien. Ook het opsporen van criminele en verwarde personen via scanautobeeld is in theorie nu al technisch mogelijk. Op het moment dat je in staat bent om die beelden die uit die scanauto's komen te verwerken, daar gezichtsherkenningssoftware op toe te passen en die gedetecteerde gezichten vervolgens ook te vergelijken met een bronbestand waarin alle verwarde of gezochte personen staan. En men vindt die keten voldoende nauwkeurig functioneren, dan kan dat. Ja, dan ga je dus naar een Chinese situatie, hè, waarin je met gezichtsherkenning mensen continu permanent gaat volgen op straat om te kijken of er wel iets mis is aan mensen. Nou, dat past niet in een vrije democratische samenleving. In Amsterdam was een juridisch dichtgetimmerd convenant nodig om het scannen op gestolen voertuigen mogelijk te maken. Het neemt voor mij aan dat we dit heel zorgvuldig doen. Het convenant wat is getekend om de gestolen auto's nu van de straat te halen die we in Amsterdam aantreffen. Daar zijn we, ik denk wel 2,5, 3 jaar mee bezig geweest om dat helemaal uit te werken. En daarbij hebben we nauwgezet geluisterd naar de adviezen van onze onafhankelijke privacycommissie. Ja, bij ons Leon Verver. U bent de directeur van de stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security. Hartelijk welkom. Dank u wel. Het is een hele mond vol, maar het komt er volgens mij op neer een organisatie die zich met innovatieve technologie richt op het veiliger maken van samenleving. Ja, en dat echt in de praktijk ook probeert en uitprobeert. Testen. Ja. Ja. Hoe kijkt u met dat oog naar deze scanauto's? Dan zie ik eigenlijk wel heel veel kansen. Scanauto's die veelvuldig beeldmateriaal bij elkaar halen. Net als overigens heel veel andere soorten auto's die al voor zeg maar eventjes de navigatiesystemen rondrijden. Je krijgt een enorme hoeveelheid data en die data die kun je eigenlijk vergelijken met een soort SUV-auto die rondrijdt. Waarin allerlei blokken kunnen zorgen dat je met die juiste data iets kunt doen. En dat betekent dus naast parkeercontroles ook de voorbeelden die net werden aangegeven. Ja, maar u zegt een organisatie om samenlevingen veiliger te maken. Ja. U ziet mogelijkheden als u naar deze scanauto kijkt. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe maak je een samenleving daarmee veiliger? Nou, het gaat niet. Concrete voorbeelden. Nou, het gaat dus niet alleen om die auto. Het gaat over middelen waarmee data wordt verkregen. Dus dat kunnen ook bijvoorbeeld bussen zijn, hè, waar ook camera's op zitten, die ook beelden bij elkaar halen. Fietsen, drones. Ik denk dat er wat dat betreft nog een hele innovatieve tijd aan gaat komen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken, zal ik een paar voorbeelden even geven? Ja, nou, twee voorbeelden. Eén waar we eigenlijk wel heel trots op zijn. Een uitgaansgebied in Eindhoven, Stratus Eind, waar we door middel van beeldmateriaal en geluidstechnologie eigenlijk een bepaalde voorspelbaarheid weten te genereren dat je geweld kunt voorkomen en geweld aanziet komen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat u concreet, u bent aan het uitgaan en ergens ontstaat een opstootje. Dat genereert bewegingen, dat genereert geluid. Die combinatie geeft een signaal van, hey, daar gaat geweld ontstaan. En dat betekent dus dat je voordat het echt uit de hand loopt, ja. Krijgt dan de politie een signaal? De politie, de horecamedewerker of de gemeenteambtenaar die daar is. En dan kunnen we dat voorkomen en dan kunt u dus veiliger uitgaan. Ander voorbeeld is een ander project in de omgeving in Rotterdam, waar we samen met bewoners proberen te werken aan intelligente lantaarnpalen die feitelijk ook constateren of er glasrinkel plaatsvindt, wat kan wijzen op een mogelijke inbraak. Dat doen we samen met de bewoners, samen met de gemeente. En dat maakt de leefbaarheid in zo'n wijk aangenamer en zorgt voor veiligheid. Kunt u zich ook voorstellen dat er, net zoals we net in de reportage al voorbij zijn gekomen, dat mensen nu zitten te kijken en zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik een heel onprettig idee, dat er alles maar geregistreerd wordt wat ik doe. Ja, daar heb ik wel beeld bij. Aan de andere kant, als je het gewoon even sec richt op de doelstelling waarvoor het staat. Hè, het gaat over veiligheid. Het gaat dus niet over al die beelden die met parkeervergunningen voor die reden daartoe worden gebruikt. Maar het gaat echt over de dingen die kunnen bijdragen aan de veiligheid in de wijk. Ik begrijp het. Aan de andere kant zeg ik ook van ja, volgens mij de technologie gaat ons enorm helpen. En die gaat ons ook helpen om samen, wij noemen dat privacy by design, samen te kijken naar de juiste privacyvoorwaarden die daarbij gelden.
Ja, maar dat zal nog een hele klus worden, want we hebben een privacy-waakhond. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dit een alarmerend verhaal is. Ja, de waakhond. Ik heb bij een waakhond altijd het beeld van zorg dat er niks gebeurt. Hè? Terwijl ik eigenlijk ook wel vind dat je met elkaar moet kijken naar de toekomst. De technologie die is er, die wordt beschikbaar gesteld. En wij kunnen daar met elkaar, met publieke partners, met veiligheidsregio's, met de politie, kunnen wij zorgen dat het gewoon wordt bijgedragen aan veiligheid. Ja, aan de andere kant, we hoorden net in de reportage ook door de criticaster zeggen, het begon om parkeervergunningen, ja. Of er betaald ja. is bij, voor het parkeren. En langzamerhand zie je dus dat er stappen bij komen wat er meer mogelijk is. Ja. Maar hebben we daar wel voldoende discussie over? Politiek debat? Of we dit op deze manier willen? Ja, nou, ik denk dat dat een goede opmerking is, ook wel een verlang is. Ik geloof dat we aan een waakhond, natuurlijk heb je een waakhond nodig, maar in principe moet je vooruitkijken. De technologie is er. En ik daag ook wel onze eigen overheid uit om wat nauwlettende de beschikbare, zeg maar die architectuur, na te denken over hoe dat kan. Als we bijvoorbeeld van de wegen nemen. Hè, als we met de auto over de weg rijden, hebben we een stippellijn. En er zitten witte lijnen op, er zitten andere kleurenlijnen op. En er zijn regels voor. Maar het maakt wel dat je er gebruik van kunt maken en dat je dat kunt ontdekken. Dat maakt het ook mogelijk om binnen afzienbare tijd autonoom te gaan rijden. En vergis u zich niet, daar zitten toch gemiddeld zo'n 300-400 sensoren op. Natuurlijk niet allemaal camera's. De zelfrijdende auto's heeft het. De zelfrijdende auto's. We kunnen al experimentele proeven doen daarmee. En al die data, ik zeg niet dat je al die data specifiek voor deze doelen moet gebruiken. Maar je maakt het daarmee wel veiliger. En door combinaties te leggen van verschillende vormen van data, we noemen dat algoritmes bouwen. Maakt dat je daarmee gewoon de leefbaarheid en de veiligheid kunt laten toenemen. Ja, u ziet natuurlijk allerlei mogelijkheden. En politici zullen hier natuurlijk een discussie over moeten voeren hoe ver we daarin willen gaan. Want met name natuurlijk die gezichtsherkenning. Hè? Chinese ja. toestanden hoorden we al voorbij komen. Ja. Daar zit natuurlijk vooral die gevoeligheid. Ja. Hè? Nou, die gezichtsherkenning, ook dat kan technisch gezien. En ik begrijp ook iedere keer de opmerkingen over de Chinese toestanden. Aan de andere kant is het iedere keer een afweging. Als we zien wat er op dit moment in Nederland gebeurt, dan zeg ik niet dat je de gezichtsherkenning los moet laten op al die data die er is. Hè? Maar wel hergefocust op die kan helpen. Neem bijvoorbeeld ook gewoon een iemand die valt op straat, gewond daar ligt. Ja, dan is het toch fijn om zeg maar, met technologie te kunnen bepalen wat er in de hand is. Je kunt ook denken aan personen die ja, zich anders gedragen als dat hoort, hè, enigszins verward zijn. Ik zie mogelijkheden om met technologie daar stappen in te maken die het allemaal een stuk veiliger maken. De mogelijkheden zijn er. We gaan zien hoe de discussie zich verder ontwikkelt. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst, Leon Verver. Dank u wel.